Ja, zo zie je er dus uit als je 170 kilometer in de blubber en de regen hebt gereden. De honden van Midden-Nederland zit erop voor mij. Het is minder fortuinlijk verlopen dan ik had gehoopt. Want mijn doel was uitrijden. Het ging de afgelopen weken erg goed, weer fysiek. Dus ik had toch wel een beetje goede hoop daarop. Maar het is na een kilometer of 90 door de ploeg van Ton Welling, Koga Upping, volledig op een lint getrokken. En ik zag dat wel allemaal gebeuren, maar ze gingen op een gegeven moment een beetje een dun slingerachtig parcours op. Waar het allemaal met bochten en optrekken, aantrekken toch wat lastig werd voor mij, omdat ik gewoon geen koersritme heb. Dus ik kwam behoorlijk op mijn adem te zitten, wind af. Ging volgens mij 50, 60 km per uur daar voor de wind. En daar ben ik eigenlijk kapot gegaan en toen draaiden ze naar links. Toen ging het op de kant en toen was het eigenlijk een foute boel. Daar is het hele peloton in stukken gereden. Dus ik ben na 137 kilometer uit koers gehaald met een groepje en nog helemaal hierheen moeten fietsen. Dat was een pokkenend. Dus ik ben wel weer aan de 170 kilometer gekomen vandaag. Ja, ik hoop dat het me goed heeft gedaan en dat ik snel in gang schiet. Dan kan ik nog een beetje na seizoen rijden.